gastvrouw van vandaag is Nienke de la Rive Box. Ja, welkom bij een hele nieuwe Waarom Daarom? Vragen die in één minuutje zijn uit te leggen, te beantwoorden of op te lossen. En wat zou de vraag zijn van vandaag? Zo, nou dat is een goede vraag. Waarom worden olifanten veel ouder dan muizen? Een muis wordt maar 3 jaar, terwijl een olifant soms wel 80 wordt. Hoe zit dat? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Grote dieren die hebben meestal een beter lichaam dan kleine dieren. En doordat een groot dierenlichaam beter is, gaat het langer mee. Maar ja, kleine dieren, die hoeven ook helemaal niet zo lang mee te gaan. En weet je waarom? In de natuur hebben kleine dieren veel meer vijanden dan grote dieren. Ik bedoel, er zijn heel wat dieren die een muis in zijn leven liever niet tegenkomt. Terwijl een gezonde olifant eigenlijk helemaal nergens bang voor hoeft te zijn. Ja, op de mens na, hè? Dus, een muis heeft een grote kans om opgegeten te worden en een olifant niet. En daarom is het voor muizen niet zo slim om heel veel energie te steken in oud worden. Het is veel slimmer om in plaats daarvan heel snel heel veel babymuisjes te krijgen. Zodat je voor je doodgaat veel kinderen op de wereld hebt gezet. Olifanten die steken wel veel energie in het ouder worden. En weet je waarom? Zij krijgen meestal maar 1 jong per keer. En een zwangerschap duurt bijna 2 jaar. Grote dieren die krijgen heel langzaam heel weinig jongen per zwangerschap van hoge kwaliteit. En kleine dieren die krijgen heel snel veel jongen per zwangerschap van lage kwaliteit. Dus als de olifant en de muis doodgaan, dan hebben ze in hun leven zoveel gezonde jongen grootgebracht als de natuur hen toelaat. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, hè? In 2006 schijnt er een mossel opgevist te zijn die wel 500 jaar oud was. Nou, dat is best oud voor zo'n kleintje. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende. Waarom? Daarom!